Ik vind het geweldig dat het weer mogelijk is. Dat we toch weer even op een goede manier samen kunnen komen. En wat staat er op de planning vanavond? Ik heb me laten vertellen, Douwe Bob. Verder van Douwe Bob? Heel eerlijk? Nee. Nee. We mogen weer. Ja? Voelt het zo? Nou, nee, ik vind gewoon niet dat we mogen weer. Ik vind het gewoon geweldig hoe dit georganiseerd is. Heel leuk. En zeker op deze manier zo in de tuin van het museum. Douwe Bob, hè? Ik moet zeggen, ik kom er niet voor. Ik kom vooral voor de gezelligheid en het feit dat er weer wat te doen is. Maar we gaan het meemaken. Ik heb er zin in. Donderdagavond mochten ruim 240 genodigden het eerste in de museumtuin concert bijwonen. Onder strenge coronacondities kon men genieten van het eerste concert in de tuin van het Dordrecht Museum. De gemeente Dordrecht gaf echt duidelijk aan, ja, we willen als evenementstad toch wel echt een evenement hebben. Wij waren zelf natuurlijk ook op zoek naar de mogelijkheden, want heel veel evenementen konden niet doorgaan, dus wat kan er nou wel? Maar het moet dan wel echt op een intieme, moet wel op een leuke manier zijn, dat het ook past, hè? Dat je er ook een goed gevoel bij hebt en dat je niet heel de tijd denkt, ja, coronamaatregelen, dat vind ik helemaal niet gezellig. Dus wij hadden al snel het idee, je moet echt naar een terrassetting toe, voor een podium, dus dat je eigenlijk heel dicht bij de artiest kunt komen, dat is uniek. Je zit veilig op afstand, omdat je op het terras zit, maar dat is een hele natuurlijke manier, want dan zit je toch. Dus heb je eigenlijk helemaal niet het gevoel dat je je helemaal netjes aan de regels aan het houden bent. Maar ja, dan kwam je natuurlijk, hoe gaan we dat dan vervolgens vormgeven? Ja, de museumtuin is natuurlijk een perfecte plek waar we precies met 240 man inpassen en een podium. Ja, en door het ook samen met al die partijen in Dordrecht te doen, hebben we een heel groot bereik. Dus we hebben in één keer een heel mooi verhaal neer kunnen leggen. Wat iedereen gelijk snapte. Grote namen, intieme setting, in een museumtuin. Ja, iedereen snapte het meteen en was heel enthousiast. Dordrecht marketingdirecteur Gerben Baai was een van de bezoekers die lang heeft uitgekeken naar een evenement in de stad. Ja, eigenlijk ben ik vooral trots, als ik heel eerlijk mag zijn. Er kan heel veel niet op dit moment en dat weten we allemaal. Dat is ook logisch. We moeten ook ons aan de regels houden. Maar ik denk dat we er in Dordrecht in slagen om met heel veel partijen samen toch te zorgen dat er een aantal dingen wel kan. En dat we heel erg uitgaan van de gedachte dat we moeten te bedenken hoe dingen wel kunnen en wat er dan wel kan. Daar is dit een voorbeeld van. Daar is Palm Park een voorbeeld van. Daar zijn de Open Monumentendagen die in een wat andere vorm doorgaan voorbeelden van. We doen het allemaal op een veilige manier, maar wel zo dat er toch wat gebeurt. En ik denk dat het ook op dit moment ook met name niet voor mensen van buiten Dordrecht, maar voor mensen uit Dordrecht zelf belangrijk is dat we toch iets kunnen organiseren. Dus ik ben trots. En ja, ik vind het natuurlijk ook zelf enorm gaaf om hier te zijn vanavond. En om zo dicht bij Douwe Bob te zitten. En aanstaande zaterdag zo dicht bij Raccoon te mogen zitten. Dus ik kijk er naar uit. Fan van een van de artiesten? Ik hou erg van Raccoon, ja. Ik vind Douwe Bob ook niet erg, maar ik vind Raccoon nog leuker. We hebben echt richting de artiesten gewacht totdat echt duidelijk werd dat we echt iets konden gaan doen. We hadden niet zoveel zin om ook die kant op, zeg maar, met proefballonnetjes te komen. Dus we hadden op een gegeven moment een hele concrete vraag. Dit kunnen we doen in Dordrecht. We hebben 16 shows. Deze setting, zoveel mensen, kunnen jullie meewerken of niet? En heel veel artiesten waren heel enthousiast. Die zeiden gelijk, nou, daar ben ik helemaal klaar voor. Anderen dachten, ja, normaal sta ik op een heel groot podium met een grote band erbij. Dus dat moet wel in een intiemere podiumopstelling ook. Dus die moesten even schakelen. Dus sommige duurden iets langer voordat dat rond was. Maar uiteindelijk is iedereen heel erg enthousiast dat ze toch weer gewoon voor publiek kunnen spelen. Wil je nog een van de komende concerten bijwonen? Helaas, ze zijn allemaal uitverkocht.